die perle Tirol, das Städtchen Kuhstein, das kennst du wohl. Umrahmt von Bergen, so friedlich und still, ja, das ist Kuhstein, dort am grünen Inn. Ja, das ist Kuhstein am grünen Inn. Tut ihr alle mal mit? Jolere, di, ri, di, ri, di, ri, nolere, jolere, du, ja. Nolere, jolere, du, ja. Nolere, jolere, du, ja. Jolere, di, ri, di, ri, di, ri, nolere, jolere, du, ja. Nolere, jolere. Es gibt so vieles bei uns in Tirol. Ein gutes Wein aus Südtirol. Und manch erwünscht sich, es nicht immer so sein. Bei einem Baden und ein Glas Wein. Bei einem Maden und ein Glas Wein. Da gaat ie weer! Jolere, di, ri, di, ri, di, ri, nolere, jolere, du, ja. Jolere, jolere, du, ja. Jolere, jolere, du, ja. Nolere, di, ri, di, ri, di, ri, nolere, jolere, du, ja. Jolere, jolere. Und ist der Urlaub dann wieder aus, so nimmt man Abschied und fährt nach Haus. Man denkt an Kuhstein, man denkt an Tirol. Mein liebes Städtchen, lebe wohl, lebe wohl. Mein liebes Städtchen, leb wohl, leb wohl. Komm mal! Jolere, di, ri, di, ri, di, ri, nolere, jolere, du, ja. Nolere, jolere, du, ja. Nolere, jolere, du, ja. Nolere, di, ri, di, ri, di, ri, nolere, jolere, du, ja. Nolere, jolere. Het Kuhsteinerlied, Annette Niekamp. En laten we nou Annette aan de telefoon hebben. Dag Annette, goedemiddag. Goedemiddag Paul, hallo. Goedemiddag, hoe is het met jou? Ja, goed Paul, wat leuk dat je belt. Ja, ja. Nee, maar jij hebt ook een nieuwe plaat, daar gaan we het straks over hebben. We gaan lekker een half uur met jou praten. Of althans, Venno gaat dat doen eigenlijk grotendeels. Ja, dag Annette. Wat... Okay. Ja, ik heb het net weer genoten, want je hebt zo'n lekkere zangstem. Dat weet je, die komt bij mij meteen binnen. Ja, grappig hè? Ja, maar dat is... Nou ja, ik noem het dan een soort zwoele stem. Kan ik dat zeggen tegen een vrouw? Ja, natuurlijk wel. Waarom niet? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat is oké. Okay. Ja, ja zonder mij. Ik ben van meerdere markten thuis qua stemmen. Ik had best wel heel graag stemactrice als opbeeld worden. Gekke stemmetjes inzingen, allerlei dingen. Ja, goed. Dat is er ooit van gekomen, maar een beetje gekkigheid wat jullie net lieten horen met Heidi en Kusai, dat soort dingen, vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja, dat heb je nog niet zo lang geleden opgenomen, hè? Nee, ik heb me gewoon live ingezongen. Dus vandaar dat je weer ook doorheen wilt horen roepen van, jee, en dan gaan we weer. Ja, dat hebben we nee, gedaan wel... voor een hele leuke actie van, och, een van een goed doel of zo. Ik weet niet eens meer wat allemaal was. Maar dat zijn gewoon leuke dingetjes. Ja, je hebt ook nog Heidi gedaan, hè? Ja, Heidi. Ja, die... Peter. Dus dat is Heidi, hoor, is Peter. Ja, precies. Annette, hoe kom jij de periode nu met corona door? Nou, druk. Hartstikke druk. Oh. Wij zijn, zul je niet geloven, en de luisteraars misschien nog minder.
Maar wij hebben het in 2020, vorig jaar dus, hartstikke druk gehad. We hebben heel veel gewerkt, maar dan buiten. In het begin van de coronatijd was het natuurlijk heel spannend en er wist niemand van waar hij aan toe was. Maar toen hebben wij heel snel de klok omgezet en niet meer gekeken naar wat niet kon, maar gekeken naar wat wel kon. Ja. Toen hebben wij als een sodemieter de boel terecht gemaakt, in orde gemaakt om buiten te kunnen zingen. En nou ja, dat is gelukt en zo hebben wij vooral bij zorgcentra, waar wij al voor de tijd ook al een heel netwerk hadden, wat is heel mooi voor door de week, daar werken. En in het weekend de feestelijke partijen. Die feestelijke partijen die gingen niet meer door. Dat werd in één keer allemaal opgeschoven na dit jaar en weer doorgeschoven. Nou, dat kennen jullie wel. Ja. Maar die zorglocaties, daar heb ik echt heel erg veel op gereden. Tot en met begin oktober, toen ging de deur weer helemaal dicht door corona. Toen werd ik 14 of 13 uur, precies. Maar half oktober werd ik geopereerd aan mijn enkel. Dus ik wist van tevoren dat ik dan ook een time-out moest hebben. En dat kwam eigenlijk dus door corona heel goed uit. Want er was toch geen werk meer. Daar moest ik behoorlijk van revalideren. Ja. Heb ik 8 tot 10 weken met mijn benen omhoog gelegen op bed. Dus dat was heel heftig. Ja. En daarna, we hebben ook keihard weer gewerkt om vorig jaar in de winter een hele kerstshow op te nemen. Dus we hebben hier ook live in onze studio hebben wij een kerstshow van dik 1,5 uur opgenomen. Met heel veel mooie liedjes. Iedereen omkleden, andere decors. Dus daar zijn we heel druk mee geweest. Toen kwam er nog een kerstsingle uit. En begin dit jaar weer aan het werk voor een nieuwe single. En weer ja, toch ook de draad op het pak buiten. Al viel het dit jaar vies tegen met het weer. We hadden zoveel slecht weer gehad. Ja. Dus, maar goed, wij zijn dus heel druk geweest. En gelukkig niet ziek. Niet ziek geweest. Dus dat was heel fijn. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Maar hoe gaat het met de enkel? Gaat het beter? Gaat het lopen al een beetje? Want wij hebben elkaar natuurlijk nog gezien. Toen moest je nog met een stok lopen. Ja, dat is op de rem. Precies, jullie hebben nog gezien. Dus dat was ook een leuk project trouwens. Nee, het loopt nog steeds wel met krukken. Ja, dat is. Ja, het duurt lang, hè? Voordat ze heel lang. Dat duurt zo lang. Ja, ja, maar goed, ik moet misschien geduld hebben. En ik heb al eindeloos veel geduld. Maar het is nou al dik 3,5 jaar geleden dat ik weer ongeluk heb gehad. In januari 2018. En daar nu allemaal de nasleep nog van. Maar desalniettemin, mijn stem is weer zo sterk en goed getraind al heel lang dat ik gewoon daar gelukkig tijdens het zingen geen last van heb. Dat is belangrijk. Ja, precies. Maar zij heeft ook, Venno, zij heeft zo'n groot repertoire. Ja, dat is ongelooflijk. Het is echt, voor de luisteraars, het is echt. Nou, ik maak wel eens grappen tegen Paul over net zeggen. Ja, Annette is gewoon men vraagt en wij draaien. Dus je vraagt net, ken je dit? En jij kan het zingen. Want ja, je hebt ook, jouw repertoire is zo groot. Dat is, en dat, ik vind dat leuk. Dat hebben wij ook gezien toen met de carnaval. Hè? Ja, absoluut. Die luistering. Ja. Jij, echt van de. Ja. Je hebt diverse settings gedaan. En het is van country. Nederlands, Engels, alles door elkaar. Ik heb een hele mooie blues set nog bij jullie gedaan. Ja, precies. Dat is wel gedaan. Lekker stevig blues. Ja, weet je, ik heb mijn eigen repertoire natuurlijk. Dat wil niet vergeten van al mijn Annette liedjes. Ja. En daarnaast vragen mensen mij heel vaak ook om allerlei verzoeknummers te zingen. Dus zo is Annette's jukebox ontstaan. En in die jukebox zitten inderdaad iets van 750, 800 liedjes. Goeie hoor. En ja, Nederlands, Engels, Duits en van de jaren 40 tot nu. Dus het is wel super leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Weet je wat, we gaan de luisteraars het vorige nummer van jou, wat wij ook hier op de radio gedraaid hebben, dat is Vincent. Ja. Ja. Die gaan we nu even draaien. Tot zo. Nou, luister maar eens. Doe. Vincent voelt echt niets als zij een meisje ziet. Hij ging wel met ze om, maar verder kwam het niet. Als zijn vrienden spelen vaak computergames, Vincent danst liever op muziek van Beyoncé. Zo cool stond hij daar en hij zag toen pas dat hij op slag verliefd was. Het is de liefde.
was de knapste Maaiken voetbalster. Grootse dromen, het perfecte stel. Huisje, boompje, beestje, trouwen en een kind. Een goede baan, alles ging voor de wind. Nu is alles een sleur en zij vraagt zich af of dit echt een liefde was. Zit op Tinder, Mike is niet meer bij haar. Hij flirt met topmodellen in Amerika. Vincent heeft twee kinderen en een sterke man. Zo liefdevol, wie had dat nou gedacht? Nu denk ik weer terug en denk aan de dag dat ik voor het eerst verliefd was. Vincent voelt echt niets als hij een meisje ziet. Hij ging wel met ze om, maar verder kwam het niet. Annette Niekamp, Vincent. Wat een mooi nummer. Heerlijk. Ja, nee, wat, weet je, de stem van Annette raakt mij gewoon. Ja. Ik vind dat... Hallo Annette, dit is een compliment. Hoor, want... Ik ben er nog. Ja. Ja, dank je. Nee, maar het is gewoon heel, je hebt gewoon een ongelooflijke fijne, warme stem. Ja, we hebben, ik vind Annette, ja. Annette, ik vind jou een rasartiest. En artiesten zijn vaak gemaakt. Dat ben jij dus niet. Jij bent echt zo puur. Ja, echt. Ja, dat is wat ik, inderdaad, ik denk dat het heel kort omschreven zo is. Ja. Ja, als je artiesten ziet, dan spelen ze een spel of dan, ja. Een heel stukje, hè? Ja, en jij bent... Je, puur, alles wat je ziet, what you get. Nou ja, wij kunnen bij Annette, wat je ziet, ja, is dat zo. Wij kunnen bij Annette aan tafel aanschuiven en dan vergeten wij het programma en dan kunnen we het overal over praten. Want ja. Het is natuurlijk buiten de muziek, elk onderwerp, bij Annette kun je terecht. Ja, maar ook, ja. Wat jij zei, in, waar wij de stream hadden in Zutphen, ja. Heb jij nog, maar jij reageert menselijk naar mensen. Je bent ook bezorgd voor mensen. En dat viel me met jou op. En ik vind de muziek, die ja, eigen muziek, dat is Vincent bijvoorbeeld ook. Ja, dat raakt je. Maar Vincent is wel een cover, hè? Jawel, maar... Ik heb de muziek is niet van mij, de tekst wel. Maar, de tekst wel. Ik heb een vertaling gemaakt. Maar sowieso teksten schrijven ben ik erg gek op, vind ik leuk. En muziek, de laatste jaren leen ik wat van anderen. Maar in het verleden heb ik ook weer echt helemaal eigen nummers geschreven. Tekst en muziek. En dat is natuurlijk... Ook heel erg leuk. Welk nummer is dat bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, Zie mij, Jong en eigenwijs, Steeds opnieuw. Sorry? Steeds opnieuw, dat is een beetje reggae nummer. Ja, ik zat even te kijken als ik ze heb, maar die heb ik dus niet van jou. Ik heb Liefde voor mijn leven, Dan zie je de Pata Pata, Gelukkig uniek. Oh, precies. Alle koppen zeg je, alleen geen eigen. Oh, ja, wat tijd dat je dat. Ja, dat ik jou laat sturen. Ja, dat moet je even doen, want dan, ja, die draaien we gewoon, natuurlijk. Ik heb zelfs nog een bluesnummer geschreven. Ja. Oh, leuk. Ja, want ik weet nog toen met Carnival, de blues, dat de jongens van het geluid, dat waren natuurlijk allemaal rockers, die waren meteen blij met Annette. Ja, nee, duidelijk. Oh ja, oké.
Ja, oh, dat is niet leuk. Ja, nee, want jij stond natuurlijk te performen. En ik had natuurlijk contact met de geluidsjongens. Die waren zo blij met je, want dat is natuurlijk... Ja, je deed hun muziek. En dat is natuurlijk... Ja. Dat is het leuke van Annette, omdat Annette natuurlijk heel breed is. Ja. Dat heb ik er niet over. Je gooit er een dubbeltje in en je krijgt een kwartje muziek terug. Ja, maar weet je wat het is eigenlijk? Ja. Je bent eigenlijk gelukkig, ben jij uniek. En daar zing je ook over. Dus daar gaan we meteen naar luisteren. Oké, goed zo. Verloren en leeg, ik was stel geen idee, dat is hoe ik ben en doe. Gevoelens geremd, de tijdsdruk beklemd, het voelt voor mezelf niet goed. Erbij willen horen, was bang te ontsporen, ik stootte steeds mijn kop. Catastrofaal, heb me tol betaald, al dat gedoe. De laatste vlucht gemist. De rommel in huis, wat ziet het eruit? Waar is mijn overzicht? Veel stress is niet goed, weet jij hoe dat wel moet? Verlies nu mijn verstand. Zoek het juiste spoor, we gaan er weer voor. Ja, dat is zo. Ja, maar is dit ook een beetje autobiografisch van jou? Ja, dit is een verhaal wat voor iedereen denk ik wel herkenbaar is. En dat is ook perfect. Iedereen is mooi om wie hij is. Ja. En dat kan zijn omdat je juist een bepaald in je gezicht hebt. Dat je lekker niet symmetrisch bent, maar lekker asymmetrisch. Want asymmetrie is de schoonheid van de mens. En zo heb je mensen die rommelkonten zijn. En anders vergeetachtig of een klungel. En de ander is weer veel te perfect. Zoals iedereen gewoon uniek. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel zo. En dat is mooi. Gelukkig maar. Toch, Vinno? Oh, absoluut. Want dat is ik hou van unieke mensen. Ja. Weet je? Want het hadden we een saaie wereld, ja. Ja, anders wordt het... Ja, dat vind ik ook. Anders wordt het leven zo saai. En het is met Annette kun je gewoon...
je gaat zitten en je vergeet de tijd. Nou, dat mag ik niet zeggen. Maar even, Annette, ik moet even wel wat zeggen. Toen met de carnaval, Fenno en ik zouden samen presenteren ook. En op een gegeven moment was Fenno iedere keer weg. En waar was Fenno? Die zat bij jou aan tafel. Ja. Nou, maar Fenno vergeet wat. Ik was niet zoveel aan het praten. Fenno was aan het praten. Ja, het was gewoon gezellig. En ik had een luisterend oor. Ja, precies. Zo gaan dat soort dingen, Paul. Ja, precies. Precies. Annette, wat is jouw bedoeling, doelstelling eigenlijk? Wat wil je bereiken met de single verder? Nou, de single moet duidelijk maken dat aan die kant er nog steeds is. En kicking en live en kicking. En vanavond dansen, hè, daar ga je zo in draaien. Ja, tuurlijk. Dat is ook weer een cover van Alana van Wes. Hè, en Wes, die zanger, is net een paar dagen nadat ik het lied heb uitgebracht, is die helaas overleden. Heb ik gehoord, ja. Ja, ik denk, oh, wat nu, hè. Ja, ik schrok ook wel eventjes heel erg. Maar goed, ik heb proberen naar positief te draaien. Van, nu kan ik hem heel vaak eren en... Ja, nog meer mensen laten genieten van zijn muziek. En het is natuurlijk vanavond dansen. Ik wil niet zeggen dat we allemaal uit moeten gaan. Maar dat was in die tijd dat ik het geschreven heb. Die tekst, dat was begin van het jaar al. Ja. Nog helemaal niet duidelijk wat er ging komen. Dus nu, mijn visie is dat je overal. Je kunt in je tuin dansen. Je kunt in je huis dansen. Je kunt van elke dag een feestje maken. Dansen zit ook in je hart. Het zit in je bloed. Ja, maar dus, moet je niet bepaald gevoel hebben als je... gaat feesten en dan moet je toch in de stemming zijn. Maar ben jij altijd... Want als jij gevraagd wordt, ben je even komen performen, dan doe je dat. En, maar kun je het ook altijd? Ja, maar dan zet je die knop om. Hartstikke laat. Nee, ja, bam. Want ik heb geen tijd om voor soundcheck meestal. Het is gewoon gelijk hup, op dat podium en je zit gewoon meteen in die muziek in. En zodra je dan vanavond dansen hoort, zul je denk ik ook begrijpen wat ik bedoel. Want ja. Voel je meteen. Dan moet je wel bij bewegen. Maar je kunt ook al zittend op je stoel kun je ook bewegen. Hè? Dat is wat ik dan expert ben. Dat zit gewoon in je. Die muziek, dat raakt je. Ja, maar... En of het nou gaat om een hele zwoele muziek of om een uptempo nummer, muziek, dat voel je. Dus daar hoef je niet voor aan dansen. Nee, maar wat mij ook opvalt. De pers in met name het oosten van het land... schrijft heel veel over je. En geen kleine artikelen. Dat zijn echt behoorlijke artikelen. Ook over dit nummer. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Wat zeg je? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, weet ik niet. Dat gebeurt gewoon. Dat, ja, ik geen idee. De pers vindt het blijkbaar interessant wat ik doe. En we steunen mij daar gigantisch in. En zorgen voor een hele mooie boost qua PR. Ik vraag daar niet om. Dat gebeurt. Ja. En dat vind ik heel erg fijn. En ik maak natuurlijk wel eens een melding naar kranten. Van jongens, dit is weer een opkomst. Of dan gaat het gebeuren. En dan springen ze daarop in. En dan komt er meestal wel even een reporter hier. En een fotograaf. En dan blijkt dat ze er een joepel van een stuk een artikel van maken. Ja, over dit soort dingen komt wel eens. Ja, precies. Ja. Nou, ik weet wel waarom dat komt. Nou, vertel. Annette heeft namelijk die natuurlijke warmte die heel veel mensen missen. Je voelt je veilig bij haar. Als je bij haar zit, voel je je veilig. En mensen voelen dat. Ja. En journalisten voelen dat. Ja, ik geloof dat. En die gunnen dan Annette gewoon de grote artikelen. Ja, maar wat natuurlijk blijkbaar ook heel belangrijk is, is iemand die achter je staat. Ja, 100%. Zonder dat kan het natuurlijk nooit. Nee, en je bedoelt vast mijn man. Juist. Want Ronald is mijn... alles zie wat dat betreft. Hij is mijn steun naartoe verlaat. Hij is mijn bodyguard. Hij is mijn fotograaf. Hij is mijn regelaar. Hij zoekt mijn muziek uit. Hij doet alles om... Ik hoef alleen maar leuk te doen. Zingen. Ja, precies. En de rest doet hij. Ja, hij was er ook bij in Zutphen. En de hele dag is hij er ook bij gebleven. Jij moest af en toe optreden. Maar hij bleef alles scherp in de raad houden. Ja, maar hij weet dat ik af en toe ook wat hulp nodig heb. En hij zit er alles klaar voor je. We zijn gewoon een team, hoor. Dat vergeten mensen wel eens. Maar zonder hem kan ik echt niet. En zonder mij is hij niks doen. Zo is het leerbaar.
Daar zijn we het zien, maar dat is belangrijk. Doe Ronald in ieder geval de groeten, want we zijn alweer aan het einde van dat half uur. We gaan gauw het nummer draaien, anders kunnen we dat niet helemaal afdraaien. Vanavond dansen van jou. Annette, ik wil je heel hartelijk bedanken en wij spreken elkaar heel snel. Dankjewel Paul voor het interview en fijne ook bedankt. Ja, nee, lieverd, wij gaan elkaar heel snel spreken, want het is gewoon... Tot horen. Het is altijd een genot om jou te spreken. Vanavond dansen, ja, Annette. Dankjewel. Ik krijg een rode man natuurlijk. Tot ziens. Ik kan niet meer zonder. Ik kan die verleiding niet weerstaan. Wil niet meer wachten, ik kom eraan. Door jou gevangen. Ik zit in een web van liefde. Jij danst om mij heen als een kroze kat. En betovert mij keer op keer, schat. Gaan wij vanavond weer dansen. Bier en wijn en lekker chansen. Gaan wij vanavond weer dansen. Bier en wijn en lekker chansen. Ga met me mee. Gaan wij vanavond weer. Ik ben in de café. Gaan wij vanavond weer. Ik ben in de café. Gaan wij vanavond. Ik ben in de café. Ik weet een leuk café. Yeah. Door jou bevangen. Ik kan niet meer zonder te dansen. House of Salsa.